En dan gaan we nu op weg naar Rebecca, die spullen aan het pakken is. Daar komt ze aan. Chips. Nee, nu ging je helpen tillen. Ik ga helemaal niet helpen tillen. Doei. Ik ben hoi, Verona. Hoi. Oh, dat is goed. Hier. Hallo. Oh. Ik denk dat Verona mij niet zo lief vindt. Of toch wel? Of wel? Ja. Je bent een cool paard. Met een grote neus. Grote ogen en een groot oor. Helemaal geweldig. Kijk, ik zal naar binnen kijken. Dan hier met allemaal hele coole spullen. En een handdoek en een doos en een hoed en laarzen en een zadel met zadeldingetjes. Daar komt de grote baas aan open te doen. Het parcours staat er nog. Dus ik ga hem onderaan pakken en ik ga springen. Oh, mag ik ook springen? Nee. Boe. Slechte zaak. Boe. Zo is het leven, jongen. Toet. Toet. Hallo. Wat ligt er eigenlijk in? Een grote dobbelsteen. Je bent niet echt goed te gooien, Verona. Hey, daar is hij in. Hey. Een braaf paard. Wat een springer vandaag. Hoe vind je dat dan? Jippie! Hoe is dat? Ja? Allemaal lief. Vrouw is lief, partner. Nou, dit is de echte officiële behind the scenes. Dit gebeurt dus allemaal vooraf. Ik weet niet of jullie dat al hebben gezien, maar ik in ieder geval wel. Wat zei je? Je doet alleen niet mee. Ik zorg voor de mentale support. Mentale support, ja. Je kan het, ik geloof in je. Tot Verona, high five. Nou, kijk, we zijn nu bijna klaar met het hele circus. De paarden gebeuren, ja. Steeds allemaal dingen om, zoals pootschoentjes. Springschoenen. Hoe je het wilt noemen. Springschoenen. Met al die, kijk, met allemaal teugeltjes hier, zoals borststuk. Ja, dat. En allemaal zadeldingen met roze dingetjes. Hoor je dat, Verona? Je gaat springen. Yep. Oké, okay, jij gaat ook springen. 1, 2. Nu jij, Verona. Gewoon even niet zoveel zin in. Misschien straks. Moet je kijken, joh. Het is zo'n cool. Heeft Christine gemaakt. Blauw. Er mist alleen één steentje. Waar? Daar. Die gaat Christine nog maken, als het goed is. Wat cool, man. Nu ben je net een strijder. Nee, een hart voor paardenpaard. Je bent een strijder. Nou, daar gaat eruit, hoor. Daar loopt ze. Beetje aan het warm lopen. Klaar om te gaan springen. Wat een spanning, zeg, dames en heren. Oh mijn god. Oh, nou, niet meer. Hier? Daar is 5 volgens mij ergens. Wat? Daar. Dit is 4. Ze zijn even aan het uitzoeken wat ze nou moeten springen. Ziet er prachtig uit, Rebecca. Bezig. Kijk,
Kijk, een regenboog. Weet je of je het ziet een beetje? Ja. Wow. Dan stuur je mijn kant op. Zo, Rick zit op Verona. En is los vandaag. Ze heeft net gesprongen, dus is lekker moe. En dan gaan we nog eventjes een rondje wandelen. Rustig, Rick. Als je ergens heen wil, dan druk je daar je been aan. Ja, dat deed ik ook. Heel goed. Niet tegen een huisje aan. Ja, Varon loopt niet zo snel tegen een huisje aan. Ho, Rick's hoofd eraf. Tegen een huisje aan. Kom maar deze kant op. Wat is Varon ineens? Klein met Rick erop. Je moet niet te ver je voeten in de beugels doen. Je moet op de bal van je voet. Zo? Ja, dat is beter. Nou, Varon denkt het is goed zo. Nou, ik ga me er even tegenaan bemoeien, geloof ik. Gaat het goed zo? Ja, prima. Rustig stappen, ja. Hallo. Ze mag wel wat langer, want ze is moe. Wat mag langer? Nou, ga goed zo. Best. Nou, dat was minstens even een avontuur. Ja, je hebt gestapt op Verona. Dat was inderdaad een avontuur. Maar ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. Ik heb heel veel geleerd. Ik ben helemaal kapot nu. Maar daar doen we het allemaal voor. Stapje voor stapje. Ja, precies. Nou, ik vond het heel leuk dat je erop ging zitten. Ik vond het heel leuk dat ik erop zat. Kijk, dat is alvast wat. Ik zeg bedankt voor het kijken. Ik zeg geef een blauw duimpje omhoog. En kijk vooral onze andere video's. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En tot de volgende video. Ik zeg doei! Doei.